Dames en heren, goedenavond. Mijn naam is Henry van Loon en ik wil jullie allemaal heel graag heel hartelijk welkom heten bij het eerste lustrum van de jongste eindejaarstraditie. Welkom bij The Comedy Central, Roast of Hans Klok. Oh ja. Zeker wel. Niet meer dan logisch dat we deze vijfde editie vieren in een afgeladen, eigenlijk een soort zaal met hier en daar plukjes mensen. Gezellig dat jullie er allemaal zijn. Het zijn natuurlijk gekke tijden, hè, mensen. Het is een gekke tijd. Zo leef je in een wereld waarin alles gewoon normaal en overzichtelijk is. En zo is Marco Borsato ineens een pedo. Ja, we zijn los. Om nog maar te zwijgen over corona. Wat een toestand is dat, jongens. Gelukkig kun je van een paar dingen op aan in het leven. We gaan allemaal dood. En bij Comedy Central blijven we allemaal lachen. Nou ja, we gaan allemaal dood. In ieder geval. Als je echt wil lachen, dan moet je even een Amazon Prime account nemen. Natuurlijk, dankjewel. Of Netflix, of Videoland, NPO Plus, Disney Plus, HBO, Apple TV, Pathé, Lumière, Rakuten, Starsplay, Knaf, 24, Boppo, Max, weet ik veel. We weten in ieder geval dat we doodgaan. Dat is belangrijke informatie op zo'n leuke avond als deze. Gezellig. En daarom laten wij de roast ook gewoon doorgaan dit jaar. In aangepaste vorm, zoals jullie hier in de zaal hebben gezien. Veel minder publiek, moeilijke looproutes van en naar je stoel. En op advies van Jort Kelder alleen maar dorhout op het podium. Want met zo'n virus dat zich vooral verspreidt via luchtdeeltjes is het natuurlijk slim om zo min mogelijk te lachen. Dat is heel slim. Nou ja, als ik maar even naar de mensen hier naast mij kijk op het podium, dan weet ik dat dat wel goed komt. Natuurlijk, er zit in dit groepje mensen eigenlijk maar één echte grappenmaker bij. Rasti Rostelli, fijn dat je er bent, jongen. En er is zelfs een fulltime clown. Dat is geweldig. Henk Westbroek, waar zit je? Oh, daar zit je. Hi. Welkom. Maar voor de rest is het natuurlijk een beetje een behoorlijk troosteloze bende daar op die stoelen. Ik denk dat Comedy Central grappige mensen en lachwekkende mensen door elkaar heeft gehaald. Dat testen voor toegang was in ieder geval geen IQ-testen voor toegang. Moet je nou eens helemaal zien zitten hier helemaal bibberen. Giel, jij bent in het bijzonder heel zenuwachtig, denk ik. Ja, en terecht. En ik hoor jullie denken, maar waarom ben jij dan roastmaster deze keer, Henry van Loon? Waarom doe je niet gewoon weer zo'n briljante roast? Nou, zo lief, dankjewel. Te veel eer. Maar deze moeilijke tijden vragen om iemand die bereid is om zijn eigen genialiteit even opzij te zetten. Een soort omgekeerde Mark Rutte eigenlijk. Een echte leider, snap je wel? De Gordon tussen de mensen met Down. Oh nee, wacht, dat is een heel slecht voorbeeld. Maar ik ben eigenlijk zo'n zorgheld waar iedereen het altijd over heeft, maar dan echt heel veel beter betaald. Nee hoor, jawel. Maar Henderbal, hoor ik jullie denken, ben je er niet te goed voor? Om voor Clown te spelen op deze palliatieve afdeling. Iedere keer weer de bal oppakken als deze prutsers hem uit hun ongetalenteerde vingertjes hebben laten vallen. Ja, natuurlijk ben ik daar te goed voor. Hey, ik had nu liever ook mijn solovoorstelling gespeeld in een uitverkochte zaal. Maar ja, Johan, een uitverkochte zaal, dat is, dan sta je eigenlijk voor een zaal vol met mensen. En die hebben allemaal een kaartje gekocht omdat ze jou heel grappig vinden. Of in ieder geval de moeite waard. Maar genoeg over mij en mijn succes. We zijn hier vanavond samengekomen om Hans Klok, onze Hans, voor eens en altijd liefdevol de waarheid te vertellen. Want zoals u weet, we only roast the ones we love. And boy, do we love Hans. Want als je als Nederlander een grote droom najaagt en een internationale carrière nastreeft, dan vinden wij dat als landgenoten vaak een beetje uitsloverij. He, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. En als je dan twee dromen aan Diggelen hebt zien gaan, zoals Hans, dan zitten deze acht nachtmerries. Jij in het bijzonder, Stefano Keizers. Wat een nare droom is dit, waar jij en ik en wij allemaal in terecht zijn gekomen. Ik ben heel benieuwd. Nou goed. Awkward. En als je twee dromen aan Diggelen hebt zien gaan, dan zitten deze acht nachtmerries op een podium klaar om je liefdevol de waarheid te vertellen door je totaal af te fakkelen. Ik ga iedereen even voorstellen. In volgorde van importantie. Dat is fijn, want dan maakt het niet uit bij wie ik begin. Nou, ik zie daar meteen zitten Stefano Keizers, of zoals ik hem altijd noem, Terminale Salvador Dalí. Fijn dat je er bent. Jij kent Hans ook. Ja, een pauze. Prima. Ja, Stefano. Helemaal gestoord, die gast.
Maar Stefano, jij kent Hans ook eigenlijk helemaal niet. Maar jij zegt gewoon ja tegen alles waar je Stefano voor vraagt. Zegt gewoon allemaal ja, ja, ja. Natuurlijk doe ik mee met de roast. Het lijkt mij geweldig om weer bij een hele nieuwe zender hetzelfde trucje op te voeren. Net zo lang tot heel Nederland me helemaal uitkotst met mijn kleine naakte piemel. Nou, Stefano, gefeliciteerd. Je bent er bijna, jongen. Johan Goossens, gewaardeerd collega. Welkom, Johan. Een paar weken terug hoorde ik wie er vanavond mee zouden doen. Daar stonden dus deze BN'ers op. En ik vroeg meteen, maar jongens, doen er ook nog comedians mee? Ja, Johan Goossens, zeiden ze. Dus ik zeg, oké, maar doen er ook nog comedians mee? Welkom dat je er bent. Giel de Winter, daar zit hij op het hoekje. Giel de Winter, mij met AIDS. Nee, viel die niet? Maakt niet uit. Monteren we een lachje onder. Moet jij eens kijken hoe het werkt op tv. Ja. Wordt er allemaal bij. Giel de Winter, de geadopteerde zoon van John de Mol. Of nou ja, geadopteerd, hij is natuurlijk gewoon gekocht. Hij is aangeschaft. Maar Giel is wel de zoon die John nooit gehad heeft. Hij is creatief, getalenteerd, hij heeft zelfspot. En tenminste het fatsoen om te jagen op vluchtelingen. Chapeau, jongen. Heel chic. Geweldig. En ik ken Giel wel persoonlijk. Heel veel mensen niet, maar Giel wel. Ik heb meegedaan met Stuk TV. Ik zat in de stilste show, toch? Ja, nee, dat was hartstikke leuk. En ik verheug me nu ook al op jouw eigen stilste show. Zometeen, als je aan de beurt bent. Louisa Jansen, welkom. Je ziet er fantastisch uit. Louisa heeft samen met Hans geprobeerd om Nederland te laten stoppen met roken. Stoptober, maar volgens mij zag ik haar net alweer staan met een peuk in haar plastic asbak. Jezus, man. We hebben het gezicht gekocht. De knutselafdeling van de Action. Sommige dingen wachten met smart op een boosterprik. Louise heeft hem maar meteen een stuk of 10 in de bakkers laten zetten. Ja, Louise, heeft u de boostersprikker in de kop zitten prikken, hè? Gezellig. Ja. En daar zie ik ook nog zitten Henk Westbroek. Henk Westbroek. En, ja. Zeker. Henk Westbroek, een legendarische zanger, geweldige liedjesschrijver en scherpe politicus zal hij nooit worden. Maar hij past wel in ons budget. Heel fijn dat je er bent. Ik spreek iedereen meestal eventjes voor de show. En Henk die zei al net voor de show, zei hij al eventjes tegen mij. Hij zei, ik vind hem helemaal zonder als... En toen dacht ik, volgens mij heeft deze gast gewoon al 20 jaar aan één stuk door een Tia en niemand die dit ziet. Dus sterkte, Henk, op alle... Jij ook. Sjaak. Ja, Sjaaki. Ik bedoel niet de pik van Stefano, nee, ik bedoel echt Sjaak. Sjaaki is hier eigenlijk alleen maar omdat hij te laat is komen opdagen voor de roast van Ali B. Evengoed, welkom, Sjaaki. Ja. Rasti Rostelli, wat een eer dat u er bent. Nog altijd de beste hypnotiseur van Nederland. Ik weet helemaal niet of dat zo is, maar we hebben elkaar even kort ontmoet. Ook in de kleedkamer en sindsdien heb ik toch sterk behoefte om me zo aan te kondigen. Fijn dat je er bent. Rasti Rostelli. En natuurlijk Karin Bloemen. Ziet er ook fantastisch uit, mevrouw Bloemen. De moeder aller cabaretiers. De parel van het podium. De kurk waar comedy op drijft. De Bette Midler van de middelmatigheid. Voormalig muze van Wim Kan. Hofnar van Willem van Oranje-Nassau. De vrouw die als eerste een grap durfde te maken over de sandalen van Jezus. Oeh. Een wandelend stukje cabaretsgeschiedenis, dames en heren. Nou ja, wandelen. Het sleept zich voort. Maar evengoed welkom. Karin Bloemen. Ja, nu heb ik er pas echt zin in. Wees gerust, Hans. We zullen opschieten, want het klokje tikt door. Je wordt er ook niet jonger op. Waarschijnlijk wil je voor je 90ste nog één keertje proberen in Vegas. En dat snap ik. Je weet wat ze zeggen. 1 ei is geen ei. 2 ei is een half ei. 3 ei is scheiterij. Haha, poepgrap 1. Nou ja. Hans, ze zeggen, what happens in Vegas stays in Vegas. Met andere woorden, jij was eigenlijk nooit happening in Vegas. Anders was je daar wel gebleven. Snap je? Is moeilijk als Jaak. Even denken. Oh, moeilijk, moeilijk. Maar jongens, Hans ook, let eigenlijk maar niet op mij. Hè. Ik ben slechts de presentator. Het gaat om deze mensen daar. Al jouw beste vrienden zitten daar naast jou. Abonneer je nu gratis op het Comedy Central YouTube-kanaal. Zolang de voorraad strekt. En wil je meer roast-video's zien? Klik dan hier ergens.